Dit is de tweede stap. Dus uh, de tegels zijn eerst uh, helemaal vetvrij gemaakt. Toen is het een beetje opgeschuurd en is er een, uh, een primer op aangebracht. Daar is overheen gestuukt. Uh, niet deze laag, maar hier een laag onder. En als laatste laag, en die zie je nu, is het uh, gewoon één keer nog helemaal glad gestreken. En nu kan het nieuw getegeld worden, maar er zou ook gewoon uh, geschilderd kunnen worden. Of uh, tadellak bijvoorbeeld. Dus dan kun je alles gaan doen uh, met... Uh, de Muur en de tegels, dus gewoon blijven zitten. Dus uh, wanneer je een kleine ruimte hebt, uh, zou ik het niet zomaar doen, maar deze ruimte is groot. En dan kun je dus uh, ja, besparen op het sloopwerk, niet zozeer de kosten daarvan, maar meer het gedoe of uh, de kant op scheurvorming. En dan kun je dus gewoon over de tegels uh, gewoon uh, opnieuw een wandafwerking aanbrengen.